Met Google Formulieren is het mogelijk voorwaardelijke vragen te maken. Dat wil zeggen dat de deelnemers verschillende vragen krijgt, gebaseerd op eerder gegeven antwoorden. Zo kun je naar aanleiding van een eerdere vraag bijvoorbeeld doorvragen op een onderwerp. Deze verdiepingsvragen krijgen dan een eigen pagina. Open het formulier dat is aangemaakt in de film een Google Formulier aanmaken en voeg een vraag toe. Vul een titel in, bijvoorbeeld doe je aan sport, en verander het vraagtype in meer keuze. Zet nu een vinkje in het vakje voor ga naar pagina op basis van antwoord. Een vraag waarbij je deze optie aanzet mag zich niet op de laatste pagina van een formulier bevinden, omdat je de deelnemer dan niet meer naar een volgende vraag kunt sturen. Vul optie 1 en 2 in met afgebakende keuzes, bijvoorbeeld ja en nee. En belangrijk, maak van deze vraag een